Ja, dat waren weer een heleboel wijze woorden over het belang van cultuur. Als je het station van Hilversum uitloopt, dat doe ik regelmatig, want ik woon in Hilversum, dan loop je tegen een heel groot gebouw. Media Monks staat daar. Wat gebeurt daar nou eigenlijk in dat grote kantoor? Dat weet hij. Want hij is daar de CEO. Victor Knaap, welkom. Dankjewel. Ja. Jullie zijn, of jullie maken, moet ik zeggen, creatieve digitale producties. Dat klopt. Ja. En dan hebben jullie klanten als Amazon, Mercedes, Google, Netflix. Leg even uit wat jullie doen. Want jullie zijn geen reclamebureau. Nou ja, of een beetje een nieuw soortachtig bureau. Dus wij een maken creatieve. Ja, kijk, reclamebureaus zijn historisch begonnen wanneer tv en print heel groot was. Wij zijn begonnen wanneer het internet opkwam in 2001. Dus wij hebben, wij noemen het soms, we zijn regisseurs en nerds. Dus we hebben coders, dus mensen die programmeren begrijpen. En we hebben mensen die verhalen kunnen vertellen. En dat brengen we bij elkaar. Zullen we gewoon even kijken wat jullie maken? Want jij hebt een filmpje meegenomen. Dan weten we het meteen, zijn we in de stemming. Today's the day! It can get a bit overwhelming. Here we go. I can't wait to show you a few of the exciting things we're working on. Made me feel quite as though I was back in space. Here we go. Hey Google, good morning. Good morning, Elise. Have a wonderful day. Grandpa, he's here! Anyone, but you've been my favorite visitor so far. Bye! Ja, en de grote baas zit heel kritisch te kijken. Gaat alles langs jouw kritische oog? Nee, we maken 2000 producties per jaar in 30 landen. Dus absoluut niet. Nee. Nou, ben jij hier eigenlijk ook een beetje namens de branche, een miljoenen omzet, hè? Is het kunst en cultuur wat jullie maken voor jouw gevoel? Behoren jullie erbij? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk als je het independent creatieve of kunstenaars vraagt, dan is de reclame nog een beetje. Ja, en hetzelfde geldt voor filmmakers. Dan is reclamefilm is een beetje. Maar ik geloof dat er heel veel connecties zitten. Ja, want jij vindt het zelf ja, volmondig ja. Ja, wij zijn begonnen als Media Monks Interactive Art. Wij wilden mooie dingen maken voor op het internet. Het internet is nooit een push medium geweest. Je maakt een website en die maakt je zo mooi mogelijk, met zo goed mogelijk content, zodat mensen erheen gaan. Terwijl tv-reclame altijd bedoeld is, ik zit iets te kijken en ik stuur een bericht tussendoor. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat je iets moet maken wat mensen heel graag willen zien. Het leuke is, jullie zijn waanzinnig succesvol. Er zijn ook allemaal buitenlandse bedrijven. En jullie zijn ook gelieerd aan al die bedrijven. Het is allemaal een beetje begonnen als een soort Sjors en Jimmy, hè? Het was een vriendengroep. Jij bent erbij gekomen na een aantal jaren. Ja. Hangt die sfeer er nog een beetje? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, waar blijkt dat uit?
Ik denk dat... Dat zijn kleine dingen. Maar in principe al die producties die we maken... die worden best wel een kleine groep... 10 tot 20 mensen gemaakt. Dus we zijn eigenlijk een verzameling... van heel veel 10 tot 20 mensen, groepjes... die proberen zo mooi mogelijk werk te maken. En ja, er is maar één doel. En dat is op tijd zo goed mogelijk werk opleveren. Maar dat is gewoon een lekkere sfeer onderling. Gewoon goede vibe met elkaar. Jonge mensen die willen iets. En iets moois maken. Ja. Ja. Nou vlieg jij normaal gesproken de hele wereld over. Maar goed, dat doen we niet meer in deze tijd. Nee. Dus zit jij thuis op je woonboot? Ja, heerlijk. Hoe bevalt het je? Fantastisch, ja. En dat meen je, hè? Ja, echt. Ja. ik ben er ook echt over aan het nadenken. Wat heb ik in vredesnaam gedaan die afgelopen 5 jaar? Ik ben in januari en februari heb ik platinum bij elkaar gevlogen bij KLM. Ik ben 3 dagen in Australië geweest. Die eerste 4 weken van corona hier, die waren verschrikkelijk. Want ik zat thuis en ik... Je durfde je boot niet af? Nee, ik ben ook een half hypochondrisch. Dus ik zat daar gewoon achter mijn computer en alleen maar aan het werk. En na 4 weken begon ik toch wel in een soort nieuw ritme te komen. En ik vind het eigenlijk wel lekker. En ik vraag me echt serieus, ik ga letterlijk mijn gedrag aanpassen als het weer over is. Ik heb nul reisplannen tot het eind van het jaar. Oké, maar wat gaat dat betekenen voor jullie bedrijf? Want ik bedoel, jullie worden natuurlijk geconfronteerd met de effecten van de corona. Die volgens mij groot zijn ook voor jullie branche. Ja. Hoe is dat, los van het feit dat het voor jou misschien nu een relaxte periode is... hoe groot zijn de... Nou ja, voor jou persoonlijk zo te horen. Nee. Misschien heb ik me verkeerd uitgedrukt. Het is absoluut geen relaxte periode. Nee? Nee, het is verschrikkelijk. Het is knetterhard werk om hier doorheen te komen. Alleen dat reizen is weggevallen. Dus ik ga gewoon nadenken over hoe die reizen... hoe we dat anders kunnen doen Jij weet nu ook dat alles met Zoom kan, hè? Ik bedoel, je kan naar de andere kant van de wereld contact maken... en huppedepup zoomen. Ja, nee, maar dat deden we natuurlijk altijd al. Alleen er waren gewoon een x-aantal afspraken die altijd in persoon gingen. En waarom moest dat dan? Ja, dat vraag ik me dus ook. Dus dat zou heel goed kunnen dat het gevolg is dat dat niet meer gaat. Ja. Ja. En ik zie dat bij de grote bedrijven waar we zaken bij doen, Facebook, Google, zie je één, dat iedereen die terug naar het kantoor waarschijnlijk niet voor het eind van het jaar. Nou, dat gaan we per land gaan we bekijken wat daar de veranderingen in zijn. Want China is bijvoorbeeld al lang open. En dan zit iedereen zonder mondkapjes en gewoon weer aan het bureau. Ook niet 1,5 meter van elkaar? Ja. Gewoon dichtbij? Ja. Ook in Wuhan? Nou, ik heb geen kantoor in Wuhan. Oké, maar goed. Gewoon dat gebeurt. Shanghai. En dat vindt de Chinese regering prima. Iedereen is getest. Iedereen's temperatuur wordt getest elke dag. Elke dag? Ja. Van jouw personeel? Ja. Oh ja? Elke dag moeten Kijk, wij moeten ons gewoon houden aan de regels die in China gelden. Ik zeg niet dat het de regels zijn die in Nederland gaan gelden. Daar moeten we nog van gaan kijken. Mm-hmm. Maar voorlopig gaan wij heel even in Nederland nog niet open. Nee. Want de gevolgen voor jullie bedrijf. Hoe kunnen jullie nu werken? Hoe doen jullie dat? Ja, we hebben eigenlijk 3 takken in het bedrijf. 1 is digitale producties. Nou, dat was... Wij gingen... 2,5-3 weken voor half maart, toen alles dichtging, gingen we al mensen allemaal naar huis toe brengen. Dus iedereen nam zijn eigen computer en soms bureau en bureaustoel en infrastructuur mee. Dus dat ging eigenlijk heel erg goed. En jullie producties dan? Ja, dat zijn digitale producties. Dus het is allemaal code en animatie en edits. Dat en gaat dat kan allemaal vanuit wel. Huis ook? Ja. Okay. Dus dat ging eigenlijk beter dan gepland. En dan vraag je ook af waarom hebben we 8000 vierkante meter nodig in Hilversum. Maar dat heeft weer een andere reden. Deel 2 van onze business zijn events. Dus waar we schermen en digitale toepassingen maken voor events. Nou, dat was gewoon afgelopen, dat kan je je voorstellen. En we hebben een heel groot filmbedrijf waar we commercials schieten. Dus we hebben studio's. Ja. Nou, dat was ook van dag 1 op dag 2 afgelopen. Dus we hadden opeens op verschillende onderdelen van het bedrijf een probleem. De core bleef heel goed doordraaien. Film is terug. Je ziet het hier ook met 1,5 meter afstand. Je moet een beetje improviseren. Dus waar je normale commercial met 30 man op een set binnen een dag kan draaien, doen we nu in 3 dagen. Ja. Acteurs afzonderlijk. Jullie hebben een filmpje meegenomen waarin we dat zien. Hoe dat nu aan toe gaat. Ja. Zullen we dat even gaan kijken? Ja.
Nou, dat ziet er allemaal heel verantwoord uit. Wat een gedoe, zeg, hé. Ja, het hoort erbij. Het is de realiteit, hè? Ja. Ja, en dat is voorlopig. En dat gaat niet meer terugkomen. Nee. Nou, is het zo dat jij en een aantal andere belangrijke mannen in jouw bedrijf hebben besloten om voorlopig geen salaris jezelf uit te keren? Mm. Om een beetje ruimte te creëren. Gaan jullie mensen ontslaan? Zijn er freelancers die de laan worden uitgestuurd, et cetera? Ja, goede vraag. Kijk, wij zijn denk ik in maart alle filmshoots werden gecanceld en alle evenementen werden gecanceld. Dus ja, dat zijn 150 mensen die daar. Niet allemaal in Nederland, want onze evenementenbedrijf zit in Sao Paulo. En we zijn gewoon aan het proberen om zoveel mogelijk daar andere oplossingen voor te zoeken. Dus zoiets als film wat je hier ziet, dat was binnen 2 weken waren we klaar. Nou, je kan het echt wel even 2 weken uitzingen als bedrijf. Ja. Maar wij hebben een filmbedrijf in Amsterdam, ik denk met 50, misschien wel 75 mensen op de payroll. Ja, dat is lastig als het heel lang gaat duren. Ja, natuurlijk. Dus we beginnen nu te draaien. Dus ik denk, op film zitten we goed. Evenementen, ja, dat gaat gewoon tot halverwege volgend jaar niet terugkomen. Ja, de realiteit. Ja. En toch had jij nog een tip voor CEO's in de culturele sector. Wat is je tip? Wat kunnen we wellicht van leren? Nou, ik weet niet of ik zomaar 1 op 1 een tip heb. Maar wat wij gedaan hebben, is heel erg goed gekeken naar. Dus iedereen leest die grote artikelen over de economie en het is een V-recovery of een U of een L. Dus het komt heel snel terug, het duurt even wat langer of het komt nooit meer terug. Mm-hmm. En wat wij hebben gedaan is in plaats van. Dus ik ben na 2 weken gestopt met al die krantenartikelen lezen van, ja, wij zijn met 2500 mensen. De wereldeconomie kan dit doen of dit doen. Ja, we weten het niet. Ja, dat weten we niet. En dus? Maar ik heb mijn klanten op die, hoe snel dat terugkomt. En daar ben ik uiteindelijk beslissingen op gaan maken. Welk onderdeel kan je houden? En je zegt, nou, dan draai ik hier een beetje verlies op. Maar dat hou ik wel uit. Ja, dus gewoon sommige heel dingen, praktisch. Kijk naar wat er mogelijk is. Heel praktisch, ja. Zorg dat je van macro-economisch gaat, waar we eigenlijk allemaal veel te klein voor zijn. Als je niet in ieder geval de Philips of die enorme bedrijven in Nederland hebt. Maar maak het behapbaar voor jezelf. Pragmatisch. En dan kijken of je daar nieuw beleid op kan gaan maken. En ja, de realiteit is dat alles met veel minder mensen moet. Dus een restaurant moet met veel minder mensen. Ja, dat is waarin we nu met z'n allen leven. Ja. Hoeveel gaan we erbij schrijven? Voor jouw bedrijf? 2500 mensen. Maar ik ga ook nog heel erg mijn best doen om de grotere reclamewereld, die uit mijn hoofd iets van 70.000 mensen is in Nederland, mee te krijgen. Want cultuur is essentieel onderdeel van het werk wat we doen. Dus dat wordt dan samen. Nou, Ik durf echt niet te praten voor iedereen in de reclame. Okay. Er zijn best wel veel mensen niet met mij eens ook. Nee. Maar dus als we realistisch zijn, dan worden we. Hoeveel gaan we erbij doen? Nou, wat ik kan overzien op dit moment zijn 2500 mensen. Maar ik ga zoveel mogelijk op alle kanalen en iedereen die ik ken aanzetten om hier aan deel te nemen. Dankzij jou zijn we de 350 gepasseerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. En heel graag je handtekening, Victor. Alsjeblieft. Dank je. En vanaf nu weet ik, als ik naar dat pand kijk van Media Monks, naar wie ik kijk eigenlijk. We gaan wel verhuizen. Oh, echt waar? Hilversum uit? Volgende week, nee, in Hilversum. Oké. Okay. Dat gaan we straks meer over horen. Na afloop. Dankjewel. Dankjewel. En zet heel hem veel op, succes met dit.